Paarden gaan de laatste bocht in. Alex HP leidt nog altijd. Alex HP, hulkvrije nessen. Op vinkenslag en aan de binnenkant ligt in de snoeker Iris de Litong. Dat zijn de drie best geplaatsten op dit moment met ideaal dicht daarbij. We zijn in de laatste rechterlijn nog 400 meter koers. In de zesde koers, onze kwartetkoers, Meerman Kubota kwartet. En Alex HP gaat nog altijd heel gemakkelijk aan de leiding. Heeft een lengtevoorsprong. Iris de Litong gaat naar de tweede plaats, maar die valt wel aan. Overmeestert Alex HP. Iris de Litong heeft de leiding overgenomen. Hulkvrije nessen zet na. Aan de buitenzijde komt ook nog Indie Lady naar voren. Maar het is Iris de Litong die het hier heel gemakkelijk gaat winnen. Indie Lady naar de tweede plaats. Is No Good Derby out of the clouds als derde. En op de vierde plaats is het dan ideaal. Nu is die officieel Rogier de winnaar. Iris de Litong met Misha Brouwer. De winnende combinaties ringen rond in 1-15-6. 15-6 voor deze Iris Litong. We danken Meerman Kubota voor de geweldige sponsoring van de kwartetdraverij. En we huldigen dus Iris Litong van Stal PD met Misha Brouwer. En de bloemen die worden aan hem overhandigd. Misha, gesteund hier door vader en moeder. Misha, gefeliciteerd. Je was er even een paar weken niet, hè? Nee, ik was even door omstandigheden wat geschorst. Maar dat was heel lang, maar... Oh jongens, ik loop mee, ik ben in topconditie. Maar een goede comeback. Mag je zeggen, je had er twee valse starts veroorzaakt in Frankrijk. Ja, klopt. En dat leverde 15 dagen schorsing op. Maar gelukkig ben ik weer terug en het gaat goed. Hoe zit jij dan langs de kant, Misha? Zit je dan te verbijten? Nou ja, vooral als ze dan natuurlijk extra goed gaat. Je gunt het natuurlijk de stal extra erg. Maar dan kost het je wel een paar overwinningen. Ja, dat doet natuurlijk wel extra zeer. Jouw vorm is er nog steeds, zijn vorm is terug. Ja, we hebben hem wat veranderd op zijn balans. Hij is wat lichter geworden en de schoenen zijn af. En hij was weer graag. En nou een keer niet van kop af, gewoon lekker op die rug. Ja, dat voerde hem gelijk een groot verschil en hij liet het zien. Goed gedaan. Misha Brouwer, dames en heren, terug van weg geweest en gelijk met een overwinning. Het is een superpikeur. Geef een applaus. Misha Brouwer, Iris de Litong. Vijftig meter, 30 meter, start gevallen. Paarden zijn gestart voor onze kwartetkoers. Dutch Buitenzorg komt vanaf de buitenzorg, vanaf de buitenzijde moet ik zeggen, in korte baanspeed naar de leidende positie. En die neemt dan 3/4 lengte tot een lengtevoorsprong op Heli Vrede Best. Daarachter volgt dan aan de binnenzijde de nummer 1 Eristof Blue. Zo gaan de deelnemers dan richting bocht. Ook Iris de Litong die komt nu naar voren en die gaat zich melden in de front rank. En gaat Dutch Buitenzorg op de hielen zitten. De paarden komen de bocht uit en gaan op weg naar de rechterlijn voor de tribune. Iris de Litong heeft de leiding overgenomen van Dutch Buitenzorg. Dan Heli Vrede Best met verder weg in het veld dan Alex HP. En achter deze paarden volgt dan aan de binnenzijde Eristof Blue met verder weg in het veld op dit ogenblik dan Indie Lady. Aan de binnenkant daarvan Jelani F. Boko. Gevolgd door Hulk Vrije Nessen die aan de opmars gaat beginnen. Deze No Good Derby sluit de rij. De paarden komen dan voor de tribunes, gaan de laatste ronde opzoeken. Intussen heeft Alex HP de leiding overgenomen van Iris de Litong. Anderhalve lengte eraf. Achter Dutch Buitenzorg. Aan de wijde buitenzijde een ongunstige derde spoor. Hulk Vrije Nessen de bocht in. Met daarachter Heli Vrede Best dan Indie Lady. Daarvoor ligt nog ideaal. En achter deze paarden is het dan Is No Good Derby Eristof Blue. En laatste Jelani F. Boko. Paarden aan de overzijde van de baan zijn ongeveer 900 meter van huis. En Alex HP leidt nog altijd. Alex HP heeft de leiding.
Nummer 4, Heli Vredebest, uitgeschakeld. 4 uit. Paarden halverwege de rechte lijn aan de overzijde. Alex HP leidt nog altijd. Hulkvrije Nessen die is nu in het tweede spoor gekomen en wel op de tweede plaats. Aan de binnenkant ligt Iris de Liton. Dat is het leidend drietal op dit ogenblik. Daarachter volgt aan de binnenkant Dutch Buitenzorg, die geflankeerd wordt door Ideale, gevolgd wordt door Indie Lady. Daarachter is het Is No Good Derby, gevolgd door Jelani F. Boko. En Iris Stof Blue is nu verwezen naar de laatste plaats. Paarden gaan de laatste bocht in. Alex HP leidt nog altijd. Alex HP, Hulkvrije Nessen, op vinkenslag. En aan de binnenkant ligt in de snoeker Iris de Liton. Dat zijn de drie best geplaatsten op dit moment met Ideaal dicht daarbij. We zijn in de laatste rechte lijn, nog 400 meter koers. In zesde koers, onze kwartetkoers, Meerman Kubota kwartet. En Alex HP gaat nog altijd heel gemakkelijk aan de leiding. Heeft een lengtevoorsprong. Iris de Liton gaat naar de tweede plaats, maar die valt wel aan. Overmeestert Alex HP. Iris de Liton heeft de leiding overgenomen. Hulkvrije Nessen zet na. Aan de buitenzijde komt ook nog Indie Lady naar voren. Maar het is Iris de Liton die het hier heel gemakkelijk gaat winnen. Indie Lady naar de tweede plaats. Is No Good Derby out of the clouds als derde. En op de vierde plaats is het dan Ideaal.